Belm Volcast aflevering 11. Ja. Mijn naam is Adil. Ik ben hier met mijn vrouw, Dalia. En vandaag Ik zeg gaan we. Even... Dalia. Ja, Dalia. we zeggen eigenlijk: iedereen <laughs> zegt Daal. Niemand zegt Dalia. Ja, je wel, mensen zeggen wel Dalia, maar. De mensen die. Nou ja, anyway. <laughs> anyway. Daal, um, ja. Weet je waar we het over gaan hebben? Nou. We gaan het hebben over, uh, over de. de... <laughs> Ik, moet een beetje, ik, ik denk moet een nu beetje echt wachten. wat voor onderwerp ik het gaat zei. komen. He, 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 weet, je, weet je wat misschien leuk is? Nou. We gaan het hebben over de... Uh, de, de zo, kan ik kan niet eens praten. We gaan het hebben over onderwijs. En dan... <coughs> onderwijs? Niet, nou, dat is eigenlijk niet het... De, de, dat is niet... Uh, Oké, okay, hoe moet ik... Zo het is dan. helemaal niet zo moeilijk. Waarom doe ik het zo lastig? We gaan het gewoon hebben over de vroegere tijden van onze schoolperiodes. Dus de basisschool, middelbare school... Oké, okay, uh, wat we hebben meegemaakt de... of zo. Bijvoorbeeld, we gaan gewoon, okay. we gaan, we kijken gewoon naar het, dingen terughalen. We gaan wel kijken hoe. Weet okay. je Nou? No. zijn er docenten bij jou die jou echt hebben geholpen? Die me hebben geholpen? Ja, 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 ja absoluut. Eentje die, dat je denkt, ja man, dat is een docent. Uh, Jij mag meer verdienen. Andy. Andy? Ja. Gaan we namen noemen of gaan we geen namen noemen? Ja man, uh, waarom niet? Kijk, als het een negatieve lading nee, heeft, dan, dan hoef niet. je geen naam te nee. noemen natuurlijk. Um, kijk, er zijn meerdere die mij hebben geholpen. Um, <laughs> in, in, niet per se hebben geholpen, maar waarvan ik echt dacht van wauw. Zo, zo iemand wil je, wil je hebben als And docent zijnde. Um, ik heb er een aantal, maar toen jij zei van noem er nu eentje die bij jou oppopt, is het echt Andy. Um, dat Andy. was een, uh, biologie, uh, een biologie docent. Rest in peace, hij is overleden. Hij is overleden. Hij is overleden. Oh, ja, maar, um, maar hij was echt, hij vertelde zijn vak. Dus biologie legde hij met zoveel passie uit. Dat je gewoon in die les kwam. En het was een soort van toneelstuk ja, hoe hij zijn. Als je, als je dat als docent doet, heb je gewonnen man. Je, ja. Je, dan ben je docent. Ja, Leraar. en het was echt. Toen snapte ik eindelijk hoe het allemaal zat, zeg maar. Snap je? Ik ja. heb in mijn dingen al langer biologie gevolgd. En Waar was dit, middelbare? Uh, ja, 5 HAVO. Ja. Oh ja, oké. Okay. En, en hij was... ja Ik, hij, hij, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar hij nam echt de tijd voor je. Ook als iets niet goed ging, hij kwam echt bij jou gewoon en hij nam de tijd voor jou. En ik denk als een um, oud schoolgenootje of tiendinnetje dit misschien toevallig luistert... Dan weet zij exact wie ik bedoel. Want we hadden dezelfde uh, uh, docent, docent destijds. En zij vond hem ook heel... Wij, wij vonden hem echt allebei geweldig. Hij was echt een, een hele, hele goede... Een hele goede docent. Een goede, goede, goede docent. Dit was middelbare, ja. zei je? Uh, ja. Nee, ja, dit is middelbare, middelbare inderdaad. Je hebt gelijk. Ja. ja, ja. Ik, had, ik had ook Hans Omlo. Hans Omlo. Hans Omlo. Ook wiskundeleraar, overleden. Ook overleden. Ja. Hans Omlo. Hij was de ja. man, dacht Ja. Ja, hij gaf wiskunde. Hij gaf wiskunde, wiskunde als geen ander. Ja. Wiskundeleraren over het algemeen zijn een beetje, beetje, beetje bijzondere mensen vaak. Bijzondere mensen vaak. Gewoon, gewoon helemaal gek met cijfers, toch? Gewoon een beetje, beetje gek gewoon. <laughs> nou. maar, maar Hans Omlo... Ja. Hans Omlo hij was altijd gekleed als, als een, als een, een houthakker. Nee, als een houthakker. <laughs> hij, hij had die, die, die ruitenbloes... Ja. Die ruitenbloed zat in zo'n zo broek, die broek hoog. Maar hij was ook riem. best wel op leeftijd, toch? Nee, nee, nee. Nou... Hij is heel jong overleden taal. Hij was echt 50 of zo hoor 55. He? Hij was helemaal niet zo oud. Nee, man. Daarom, iedereen was ook geschokt. Oh. Maar goed, wiskunde en uh, kijk hoe het bij ons op school was. Je weet hoe het was op school, maar ja. voor, de, voor de luisteraars, hoe ja. het bij ons op school was: <kwijnt> wij uh, kwamen op een middelbare school, waarbij het... we hadden een, een nieuw leer. Een systeem. concept, ja. ja een leernieuw systeem. Ja. En hoe dat was, is we hadden geen klassen, maar we hadden zeg maar leerpleinen. En um, in uh, begin van de week kreeg je een, kreeg je een, een lijst aan, uh, aan opdrachten die je moest uitvoeren van elke vak. Dus voor biologie moest je hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 3 gaan leren. En had je zeg maar een, een opdrachten, dinges. En die opdrachtenlijst, die kon je ja. dan zeg maar... Uh, uh, afmaken aan de hand van hetgene wat je hebt gelezen in die boeken, et cetera. Voor ja. elk vak was dit zo. En uh, de docenten, dus, voor je snapte dingen niet. De docenten, die had je dan op de leerpleinen zitten, gewoon als flex ja, werkplekken. Dat was echt leuk. Dus bijvoorbeeld Hans Omno, die zat aan een tafel daar. Ja. En dan verderop had je Marjan Dieberding, bijvoorbeeld. Marjan Dieberding. En um, ja. nou, dan kon je gewoon daar, voor uh, je wist iets niet. Dan ga je letterlijk daar gewoon aan tafel zitten ja. en zeg je: luister dan, Marjan, ik uh, begrijp het niet. Leg, kan ja. je het maar uitleggen? En dan legt ze het je gewoon uit. Dus ja. dan heb je, soms heb je dan. Soms heb je meerdere mensen aan de tafel zitten. Ja, dan, 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 dan gaat de docent dan dat onderwerp gewoon voor alle leerlingen zeg maar door die dat niet begrijpen. Ja, en, en soms dan ik, kan het zomaar zo zijn dat jij en je vriend of vriendin gewoon daar aan tafel zitten met een docent en die gaat jullie twee letterlijk vertellen. Ja. En ik zeg je heel eerlijk dat dat concept voor mij was uitstekend. Voor mij ook. Ja. Maar voor mensen die geen concentratieprobleem concentratieproblemen hebben die die er niet serieus zijn, die zelfstandig kunnen zijn. Ja ik weet nog dat ik, nog dat ik uh, uh, met een vriendinnetje destijds um, we hadden de, onze weektaak hadden we echt op dinsdag al helemaal af. dat betekent dat je de overige dagen gewoon heel relaxed kon doen, heel rustig aan. je had niet die stress van oh je moet tot vrijdag moet jij uh, dat je in de stress komt dat je niet af hebt zeg maar. Uh, maar jij zei Hans omloop toen zei ik van oh ja Hans Omlo, ik kan me nog herinneren dat hij een soort van zo van een vierkante tafel zat um, en die hele tafel zat vol en iedereen was zo geïnteresseerd aan het luisteren hoe hij, zeg maar, zijn uitleg gaf. Ja, want als je iets niet snapte en je ging, je ging hem vragen van, leg me uit. Ja. Hij legt je uit en hij, hij vertelt je, zeg maar, en dan kijkt hij je aan of je, of je het snapt. Ja. En als je ogen groot beginnen te worden, hij doet het ook met jou zo. <laughs> zo van, ja. ja man, ja, oh, zo, ja, ja. man. Dood, ja. zo deed hij, oh, Hans man, echt. De beste weet je wist, wat, weet je Ik wat? vond gewoon wiskunde fantastisch door hem, man. Ja. Weet je, hoe, echt uitstekend. Echt een topvak. Ja, maar het is echt, de docent kan het maken of kan het echt breken. En ja. het is echt. Ik, ik weet niet of docenten dat beseffen, maar ze, hebben, ze kunnen echt zo'n invloed hebben op een leerling. Basisschool, middelbare school, studietijd. En ze kunnen zo een, Kijk, hoe lang geleden zaten we op de, op de, op de middelbare school? 15, 16 jaar terug? Ja. En ze zitten nog zo in ons hoofd ja, ja. dingen. hoe zeg je dat? Ja. Geprent, zeg maar. Docenten waar je een hekel aan had, die heb, daar heb je nu nog steeds een hekel aan. Zijn er docenten waar je een hekel aan Absoluut. had? Absoluut. Ja? Absoluut. Ik weet niet wat het was bij ons op school, maar we Welke hadden een school. Hadden waar wij op samen zaten, de middelbare school. Ja. We hadden een aantal Marokkaanse docenten, vrouwen. En ik dacht echt, waarom ben jij zo, man? waarom ben jij nou zo? Ik denk dat ik gemeen. weet wie jij bedoelt, maar ik heb dat nooit zelf ervaren. Ik, ja, ik, ik weet ik het had niet. Haar ook zij, één als... specifieke vrouw, zat kort haar, krullen. Hoeft niet, ik weet wie Ik noem geen namen daar, relax. Okay. Ik, kort haar, krullen, en zij was aardig naar een specifiek groepje. Maar iedereen daaromheen, gemeen. Gemeen, arrogant, hard, koud. Elke keer als ik bij haar in de buurt moest komen of bij haar moest zijn, dacht ik echt, verschrikkelijk, gadverdamme. Oh ja? ja, echt, echt oh. verschrikkelijk. Ja, man, en ik snapte, ik snapte nooit wat haar probleem was. Maar ik heb hierna heb ik nog één. Nog uh, ik had een docent op de MBO. Zo. So. Afschuwelijk wel. Was dat die. Uh, dat was een man, toch? Dat was een man. Ja, volgens mij. Afschuwelijk weet ik het wel. Uh... Maar goed, er waren dus drie Marokkaanse vrouwen op de middelbare school. Dat waren de enige Marokkaanse docenten. Dat waren de enige Marokkaanse docenten. Ja, we en hadden er nog eentje. Toevallig waren die drie allemaal fucked up. Nee, absoluut. Misschien een... naar jou niet, naar mij, ik absoluut. En dan er heel veel mensen. Ik kan het niet mee eens zijn, ook. want ik weet welke drie hadden we dan? Ik heb er twee in mijn hoofd. Weet ik niet. Maar eentje, eentje ze pestte haar en ik vond dat niet leuk. Ook al mocht ik haar echt niet, ik vond het niet leuk. Ik vond het niet leuk nee, dat ze haar pestte. ik pesten. heb dat echt niet meegekregen dan. Nee, ik, had er, ik, ik, het, het, ik kan mij twee herinneren, zeg maar, die ik echt in mijn hoofd heb. De ene naam weet ik, en de andere naam kan ik even niet voor me halen, want ik had haar ook niet bij mijn vakken. Maar die ene die ik dus wel weet, ik vond haar echt chill. Ik vond haar echt leuk, gewoon. Ik weet niet meer welke vakken ze Misschien is dat helemaal niet wie ik bedoel. Wie bedoel jij? Ja, ik kan het gewoon zeggen hoor. Nee, is, ik weet, ze had een hoofddoek. Oh nee hoor, die bedoel ik niet. Zij was chill toch? Hoe heet ze? Ja, maar ik ga het toch niet nu namen noemen. Dat is toch al, dat is nog positief? Je vond, haar, je vond haar heel chill en Oké, okay, Ja, huh? Mevrouw, mevrouw Bouzoufi? Bouzoufi was. Oh, mijn god, wat een schat van een vrouw. Ja, maar welke, welke vak gaf zij? Uh, weet ik niet meer. Maar Bouzoufi was mijn mentor. Was ze mijn jouw tricks. mentor? Ja, ja. Echt? Ja. Samen met mevrouw Withagen. Mevrouw Withagen, Withagen, Mevrouw Withagen, hele lieve vrouw, maar een beetje gek, man. En dan bedoel ik niet slecht, maar. <laughs> Withagen had ze oranje haar? Oranje haar. Heel druk ook, heel actief. Ik weet het volgens mij, Wildhagen. <laughs> Zij ja, ja. was met wiep, toch? Nee. Zeg maar, ze ging met haar goed om. Dat weet ik niet. Dan heb ik iemand heel anders in mijn hoofd? Ik weet het niet, maar Withagen, die, Withagen en Bouzoufi, dat waren mijn, uh, mijn mentoren. Maar Bouzoufi kwam pas later. Bouzoufi kwam later, ja. Bouzoufi heel lief. Ja, maar wie bedoel jij dan? Bouzoufi, wacht even. Zo heet het toch? Bouzoufi. Ik ken de voornaam niet. Ik ken niet alle voornaam Boushoufie, van de maar, maar jij zegt ze, draag, ze droeg hoofddoek. Ja. Yeah. Oh, Boezufi, die was er eventjes. Zij liep stage daar. Oh, liep zij stage? Zij liep stage, als ik nou, me dat vergis. was ze zo jong? Zij liep stage, inderdaad. Oh, en zij was okay. heel erg... Uh, ja, weet je, laat me dat niet zeggen. Onze middelbare school is niet normaal. <laughs> niet normaal. Nee, nee, nee. Maar... We, um, hebben, we hebben, zeg maar... Um, ik denk dat het ook door, door het onderwijssysteem komt. Dat, dat het, zeg maar, zo... Op een uh, gegeven moment. Uh, weet high school wat was? musical, man. Nee, ja, letterlijk. Weet je, op een gegeven moment was. Ik kan me nog herinneren, volgens mij, was het het derde jaar. En het is niet. We gaan even niet de naam noemen van de school. Want het is echt niet om die school zwart te maken. Echt niet. Het is het, we hebben echt superleuke herinneringen aan de school. Dan, naar mijn mening, was het een goede school. Ja, Kijk, de maar, leerlingen. De leerlingen maar, hebben niks met die school te maken. Dat zijn de leerlingen. Ja, maar laat me even uitpraten. Ik weet nog. In, de derde, in het derde leerjaar. Volgens mij op een gegeven moment. Waren er geen boeken of zo? We, 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 we konden geen boeken krijgen, wist je dat nog? <laughs> nee, dat heb je verkeerd. Wat was dat dan? Mensen kochten gewoon geen boeken meer. Kochten geen boeken nee, meer? Nee, want mensen dachten echt, ja, hou op, man. Waarom ja. moeten we boeken kopen? We gebruiken die boeken niet veel. Dat was het. Aha. We gebruiken die boeken niet veel. Waarom moet ik hier 200, 300, 400, 500 euro soms ja. gaan spenderen aan boeken die ik niet gebruik? Nee. En we, heel veel klachten kwamen dus door, die leer, door de leerlingen. En op een gegeven moment was volgend jaar, volgend leerjaar, verplicht. was het wel, was het, nee, niet verplicht, of. maar we hadden wel echt dat we die boeken nodig hadden en dat we moesten leren, et cetera, et cetera. Want heel ik vaak, nog, kijk, wat, yeah. wat er gebeurde is, ze zeiden allemaal: we moeten die boeken kopen. Eindstand hadden we die boeken gekocht, maar nee, kregen wij kopieën uit yeah. die boeken van leer dit. Yeah. Ja, maar dan denk je: van hoezo yeah. geef je mij dit? Als, yeah. En ik heb toch die boek? Waarom, Precies. Of ik koop hem en jij geeft mij dit niet. Of jij geeft mij dit en ik koop hem niet. Ja, Snap je? Ja. Dat is hoe het ging. Ja. Wat waren we aan het vertellen? Ja, heb jij nog andere docenten waarvan je dacht van zo, die Boe heeft je mij... was dit mijn mentrix. Nee. si, Chihuahui. 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 Zij is aardig, toch? Ik kan me haar niet meer voor me halen. Ik, kan, ik, kan, ik, ik herinner haar naam. Ik ga nooit ik meer ben vergeten. Slecht met, uh... Ik ga nooit meer vergeten. Zij heeft mij. Ik, ik, ik durf te wedden. Ik weet niet of ik... Ja, dat is lang geleden, man. Het gaat geen invloed hebben op haar carrière, denk ik. Maar. Je weet het niet, hè? Ik denk het niet. Dit is 12. We hebben het over twintig jaar geleden, man. Nou ja, misschien geen twintig. Maar anyway, ik weet ik ben, Kijk uit wat ik, je ben 100 zegt. Van, ik ben er honderd procent van overtuigd ja. dat zij me heeft gematst. Tijdens het examen. Examen? Ja. Oh, dit is... ik weet niet of je dit zo. Ze uh... mij geen antwoorden gegeven, ze hebben mij helemaal niks gegeven. Nee, absoluut niet. Dat is het niet. Er is niks van fraude gebeurd. En voor hetzelfde geld, kijk, dit is een gevoel wat ik heb. Voor hetzelfde geld heb ik het wel goed gedaan. Maar Dan wij moesten dus. je vertrouwen in jezelf, hè? Kom we op. hadden dus examen. <coughs> en die examen, um, dat waren twee verschillende dingen. Dat ging over detailhandel of zo. Echt waar. Kijk, met alle respect, maar dat is echt een hey, onzin-examen. Was dat die ene wat we bij de computer moesten doen? Nee. Of ik had die niet, Onzin-examen. Oh, onzin we moesten achter de pc moesten we een, een, een kleine, kleine toets maken van volgens mij 20 vragen. Ik dacht, dit is zo easy. Ik druk op uh, inleveren. Onvoldoende. Echt heel slecht. Oh. Heel slecht gedaan. En toen dacht ik: shit, man. Maar hoe krijg je bij je examen al meteen een onvoldoende.? Dat was van dat onderdeel. Aha. Maar laat, laat maar praten. Dus we hadden dat en we hadden nog een onderdeel. En dat die, o, tweede onderdeel was dat je cachère moest zijn. Echt heel raar, man. Oh, mijn god, ik kan me dit herinneren. Ik, ik, ik snap überhaupt een Maar, wacht even. Dit maar la, was... laat me dit nou vertellen, Daal. Ja, maar je moet ook even het hele verhaal vertellen. Want dit, dit was niet in het Nederlands gesproken volgens mij. Je moest een andere taal spreken. Nee, Daal. Nee, nee. Dus laat me gewoon mijn verhaal vertellen. Dus we hadden die, we hadden die toets op de dingers. <coughs> En je zag gelijk uitslag. Ik zag daar. Ik weet niet of het onvoldoende was, maar het was volgens mij. Het was gewoon niet goed. Mm. Het was niet goed. En ik dacht. shit man, ik moet nu dat andere moet ik echt goed gaan doen. Want, dat, want je had onderdeel 1, onderdeel 2, dat samen was je cijfer. Snap Aha. je? 50-50% samen okay, got it. en dan had je je yeah. dinges. Dus je moest cashier zijn, niet aan mij vragen waarom. Ik snap dat ook niet, want dat is helemaal niet de richting die ik opging of whatever. Het nee, maakt niet uit, weet je. Dus we gingen dat doen. Maar ik was van mijn apropos, Daal. Ik was van slag. Ik dacht klaar. Ik heb het slecht gedaan. Daal, ja. ik heb nog nooit in mijn schoolcarrière een onvoldoende gehad. Behalve één keer op de HBO. Dus die, bij de VMBO, dat was niet eens onvoldoende. Het was gewoon slecht. Alles onder de 7,5 was voor mij een probleem. Klaar. So. Ja, ik, ik was van slag. Dus ik moest die onderdeel gaan doen. En uh, ik begin dat, uh, we moesten, het was zeg maar rekenen. Je moest cachère zijn, maar je moest gewoon rekenen. Dus uh, zij, zij zegt: van... nou, oh, ik kom dit kopen, onzinnig. Dat, dat, dat was heel, heel toneelstukje. Concept, uh, toneelstukje. Yeah. Ik kom dit kopen, bla, bla bla hier heb je 50 euro en dan moest je die wisselgeld gaan geven. En dat moest snel gebeuren. Ja? Dus zij gaf jou een bepaald bedrag. Jij moest dat bedrag, wat ze gekocht heeft, ja, moest je ja. samen gaan doen. En dan moest je die wisselgeld gaan geven. Uh -huh ging helemaal mis, terwijl ik ben goed met, rekenen, je daal, je goed met rekenen, maar ja. ik was zo erg van slag door, door dat, ik die, dat ik die ding niet goed had gehad. Maar dat is best gehad. wel slecht dan eigenlijk. Dat, dat leerlingen dat dan zien, want er zijn leerlingen echt met faalangst en zo. Ik weet het, ja, 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 ik, ja nou ja, uh, het is wat het is. Nou anyway, ja. ik ging daar en ik was van slag, daal. Ik ging bijna huilen. Ik zweer. Oh my god! <laughs> ik ging nee. bijna huilen, Daal. Oh. Ik ging bijna huilen. Dit was 2012. Ik ging bijna huilen. En uh, nee, 2010, sorry. Ik dacht al. Ik ging bijna heilen. En ik zeg tegen. Je vrouw, sorry man, maar. Uh, ik, uh, ik, uh, ik, sorry, man, maar ik, ik ben gewoon een beetje van slag. Ik zei het gewoon. Ik dacht: Ja, nou, yeah, fuck heel it, man. Goed. En zij doet bij mij. Ze, doet, ze kijkt naar zo naar mij en ze zegt: ze zegt Hoe, Hoeveel wisselgeld krijg ik? Zo van. Maak je geen, maak je yeah. geen zorgen. Yeah. Ga gewoon door. Yeah. En ik heb uiteindelijk gewoon goed wisselgeld gegeven. Niks aan de hand. Ik had volgens mij één foutje gemaakt. Ze zei, hoe oh, hoort deze vijf cent bij mij? Ik zei, oh nee, dat hoort niet oh, bij. Dat en dat goed. Heel daal. Ik van, van de dag van tot en met de dag van vandaag... ik denk nog steeds, zij heeft mij gematst. Echt waar. Mevrouw ja, Chihuahua, dames en heren. <applause> ja, ik kan mij ik, ik dit verhaal wat jij vertelt... ik kan het heel vaag terughalen. Maar ik, ik, ik weet het niet meer zo goed. Zal ik nog wat vertellen? Ja, oké. Okay. Tegenwoordig, als je gaat cheaten. Ja. Uh, iedereen doet dat. Onschuldig even afkijken. Uh, hoe zeg je dat, cheaten? Af uh, afkijken, toch? Nee. Ja. Uh... Dat je gewoon, dat je gewoon een, een, een soort van papiertje hebt waar de ja, formules een op staan. Ja, afkijken, Een afkijken dingetje. Afkijk dingetje. Ja. Tegenwoordig, mensen doen dat in hun rekenmachine en zo. En in gekke, hele gekke dingen. Ik weet nog dat ik één keer dat. Uh, ik, dacht, ik dacht, ja. Dit wordt een moeilijke toets, man. Ja. Weet je nog welk vak? Ik, ik denk economie. Oh, maar, ja. Oké. Okay, economie was ook gewoon moeilijk. Ik denk economie. Ja. En um, mensen waren slim dan. Mensen waren slim. Mensen hadden het uh, in, 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 in de gekke, in de binnenkant van hun vingers gedaan. Uh, dat oh soort my shit. god. En één iemand zei, weet je wat je moet doen? Je moet schaal dragen. Ja. En je moet in die schaal. Ja. Moet je, die ding zet, dat papiertje. <laughs> nee. Als docent langs jou loopt... dan kijkt hij naar beneden... naar jouw papiertje. Maar hij kan jouw papier... in jouw sjaal niet zien. Want jouw hoofd zit ervoor. Jouw, snap je? Oh my god. En als jij wilt kijken, je doet gewoon deze. En je kijkt in je sjaal. Ja, man. Heb je dat gedaan? Tijdens het examen. Nee. Tijdens het examen. En ik wist nog... Ja, jouw moeder gaat het luisteren, denkt ze. Nee, dit is onschuldig. <laughs> want weet je wat het grappigste is? dan? Nou. Nou? En dit is, dit is echt weer iets wat ik had... Wat, wat ik, ik weet niet waarom ik dit deed. Ik had hem niet nodig, die hele examen. En toen dacht ik, weet je wat, laat me gewoon één keer kijken. En dan... Ik kijk... Docent ik kijk, ziet jou. Docent ziet mij en zegt... Klaar, nee, grapje. Oh, nee, 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 nee. Docent, die heeft, die heeft mij oh. niet gezien, maar ik ging gewoon kijken, gewoon voor om te kijken. Ik dacht, ik heb dit niet voor niks gedaan. Ja, ik ben met afkijken. Ik, ik durfde dat niet of zo. Nee, ja, durfde dat niet. Man. Ik had, ik weet nog een keertje um, op mijn stage, dus het even helemaal, helemaal even ver naar naar HBO stage. Uh, ik, ik weet wat jij gaat zeggen, man. Had ik, uh, moest ik daar een, een, een medisch rekentoets doen en ik zat alleen in een kamer. Ik, ik had mijn telefoon bij me, ik kon makkelijk dingen opschrijven of opzoeken, maar ik deed het gewoon niet. Want ik dacht, ja, stel je voor dat ik gepakt word of zo, hoe erg is dat? Ja, als ze gepakt worden, is ze gepakt. Ik, ik heb ja, ook één keer, ik... één keer ben ik gepakt. Echt? Ja. Wanneer? En dat was op wie, de ja, mbo, Engels, yeah. uh, Engels toets. Uh -huh. ja, bij meneer Damon, hele aardige guy, Pieter Damon heet hij, echt een aardige gozer. En ja man, hij heeft gewoon gelijk, ja. Ja. Ik, uh, ik en had... toen moest je wat, 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 wat was je straf, zeg maar. Het was echt heel <coughs> grappig. Want ik, het was echt heel. Ja, kijk, NBO MBO, was echt. Uh, ik weet niet of het specifiek dit was, of gewoon MBO over het algemeen. Ik denk gewoon specifiek die opleiding was gewoon heel chaotisch. En twee vingers en het lukt allemaal wel, man. Ja. Voor iedereen, echt uh -huh. voor iedereen. Twee vingers lukt allemaal wel. Als je een beetje Engels kon en je had een heel klein beetje computerachtergrond, lukte dat allemaal wel mbo Systeem weer. Uh, niveau 4 voor de mensen die dat willen weten. Nou, prima. Anyway, uh, we gingen dat dus doen. En uh, Engels, Engels toets. En het was gewoon een lokaal. Iedereen uit elkaar. Je had een blaadje zo. En je moest gewoon dingen gaan vertalen. Ja. Maar het, is niet, het zijn geen simpele dingen... Het, het, zijn geen, het is niet van je moet tafel gaan vertalen. Je moest, hele IT-termen moest je gaan vertalen. Okay. Weet je wel, unit power supply, dat soort shit. En als je, als je dat anders doet, dan is het toch gelijk fout. En ik wist gewoon, sommige dingen wist ik gewoon even niet. Ik had ook niet, ik had niet geleerd en al die dingen. Um, en ik dacht, laat me gewoon dit makkelijk doen. Want dat lifestyle, MBO, was één grote cheating pirate boat. Well, Iedereen cheat. Ik ga je vertellen. Ik, ik ga hier, want dit verhaal gaat ver, ver. Oh my god. wat ver. Wat extreem. En je nou, weet anyway, wat ik daar had gedaan? Nou, ik ben geen cheater. Ik doe dat niet. Ja, ja, ja. maar vertel. Wat heb ik je doe toen dat wel niet. gedaan dan? Ik had het toen wel gedaan. Op, ik doe dat niet op de oude manier. Dus dat komt eraan. Ik had een map. Dat okay. was onze Engelse map. Daarin moesten wij dingen gaan leren, etcetera cetera, Maar je die mag ik toch niet bij je houden op de tafel? Ik had hem op de grond. Aha. De docent dat verderop op Ik dacht, hij ziet niet. Ik klap mijn map open. Poef, je Doem! Oh my gold. god! Doem! Hij kijkt. Ik kijk strak naar mijn papier. Ik, ik, doe zo, ik doe zo. Met mijn vinger doe ik zo. Ik schrijf niet eens. Ik doe zo met mijn vinger. Ik schrijf niet eens. Hij begint <laughs> te lopen zo. Gaat door langs, langs, langs. En, um, en uh, hij gaat weer weg. En ik begin met mijn vinger zo te doen. Die, nou, die bladzijde zo. Weet je wel? Begin die bladzijde goed te doen, want... Die klap op de grond, dat was alleen die kaft van die map. Oh. Dus ik zoek naar die bladzijde. Ik zoek, ik zoek, Wat ik zoek. Was uiteindelijk was hij op die goede bladzijde gevallen. En ik zit zo te kijken, zo te kijken. En volgens mij zag hij mij toen één keer kijken. Dus hij loopt weer zo, heel voorzichtig. Zo, alsof hij bij iedereen aan het kijken is. Zo. Hij is zo aan het kijken. Hij komt bij mij. Hij doet letterlijk, alsof dit mijn papiertje is. Hij doet letterlijk zo. Hij pakt me zo vast. Hij doet dit. Zo, en dan zegt hij, je kunt gaan. <laughs> hij zegt, je kunt gaan. Ik zeg, wat is er dan, hoezo? Hij zegt, je kunt gaan. Dus, uh, en, en toen zei hij van, ik spreek je hierna. Nou, ik spreek het daarna, hij zegt tegen mij, ja, je, ben, je, je hebt het gewoon vast, je hebt, uh, je hebt lopen afkijken en je map bla bla je map staat daar. Ik zeg, luister, um, die map is waarschijnlijk gewoon opengevallen. Ik ging nog snel leren voordat we, voordat we die toets gingen doen. Hij is gewoon opengevallen toevallig op die bladzijde. Ja, wat moet, wat moet ik doen? Als je een map heel vaak openmaakt en je slaat hem open... dan valt hij meestal op de, oh op, op de bladzijde die je het meest gebruikt hebt. En ik heb deze afgelopen dagen heel veel lopen studeren. Dus ik dacht, voordat, voordat de toets begint... ga ik kijken. Uh, eventjes nog eens één keer doornemen. Ja, ja, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Weet je wat? Je mag hem opnieuw maken. Maar oh my god. ja, hij heeft Ik opnieuw maken en gewoon die ding geëst, man. Je weet het zelf. Maar ik moet nu gelijk door naar die volgende. Weet je hoe wij cheaten daar op de MBO-daal? Nou. Dat was niet normaal, hè? Dit was niet van, oh, we nemen dingen mee. Nee, nee, nee. Sorry voor de mensen die luisteren, die denken van het wat zit er steeds zo te snotteren. Ik ben dus ik ben dus weer ziek aan het worden. Sorry. Ik ga door. Op de MBO deden wij niet <coughs> cheaten. Uh, deden wij niet cheaten als, als hoe de. de, de de, de klassieke manier. Ja, met een papier. Of af een spiekbriefje. Spiekbrief. Spiekbriefje, dat soort dingen. Nee, nee, nee. Nee, nee. Dit is een IT-opleiding. Denk je nou echt dat mensen van, van computers en online gebeuren afgaan om te cheaten? Natuurlijk we niet. Hoe cheaten jullie dan? We, we hadden gewoon de boel gehackt al. <laughs> Wat? We hadden de boel gehackt en het begon zo. Het begon zo. Docenten moesten inloggen op, met hun account en ze had, dit was echt heel slecht. Op die school hadden zij gewoon een Excel-bestand. Maar elke docent, uh, elk docent kon <tie> naar in. <tie> ja. En dan moest je de cijfers gaan invoeren. Ja, Heel ja. slecht. Echt afschuwelijk. Want het was nul, nul, nul Beschermd. beveiliging. Ja. Niks. Dus wat, wat er werd gedaan. En die docenten waren oud. Die type zo. Met twee vingers. Wat wordt er gedaan? Een van, onze, een van mijn klasgenoten. Die pakt zijn telefoon. en die begint gewoon te filmen. En lacht. Ja, Ja. En vanaf die. Vanaf, vanaf toen al... Wat niemand ging meer leren. Ik moet wel zeggen... er was, er was een, klein, een klein gedeelte die dat nog wel... Weer, ik deed dat nog wel. Ik ging, nog, ik ging gewoon leren. Ik kan me nog echt wel herinneren dat jij ging leren. Hoor, ja, ja. ja. Ik, Veet ging ook nog leren. Iedereen ging zeg maar leren, maar... Voor de borderline leren, weet je wel. Uh -huh. Maar heel veel mensen, die gingen gewoon... niet leren. Niet. Ze gaan daarheen... halen echt zwaar onvoldoende. Gewoon... Ja, maar on, onvoldoende. Die docenten zetten die cijfers erin... Wat denk je? Net voordat die, uh, net voordat die rapporten en alles uh, worden gedaan, gaan die mensen inloggen op de account, alle cijfers aanpassen? Ja, maar dat, dat valt toch op? Op een gegeven moment viel dat inderdaad op. Ja. Dus alle accounts werden, wachtwoorden werden veranderd, et cetera, et cetera. Wachtwoorden, wachtwoorden werden veranderd, Daal. Ik ga jou iets vertellen straks. Dit echt waar. Niemand gaat dit even haren. Goed. Wachtwoorden werden veranderd. Nou ja, hetzelfde riedeltje. Je kan die wachtwoorden wel veranderen. Maar als je nog steeds typt, even snel als een steen. dan gaan we het gewoon filmen. En dan loggen we opnieuw weer in. Nou, zodoende. Opnieuw weer, nieuw account. Ander docent, weet je wel. Want ze, ze konden wel zien wie het vaakst inlogt. en op welke tijden. Soms, oh. werden, soms werd er ingelogd op zijn account. terwijl hij niet eens Jeet, werkt op die precies, dag. Precies. Dat heftig, hé? <laughs> he? Ja, man. Oh my god. MBO was echt uh, bizar, man. Op ja, je moet het niet doen, man. Je moet niet cheaten. Nee. Kijk, ik vind... Ik uh... vraag me af of de leerlingen van nu, want wij zaten 15, 14 jaar geleden op de middelbare school. Of de leerlingen van nu, uh, ja, ook op die manier doen, als hoe het ging, zeg maar. Of dat zij andere foefjes hebben. Snap je? Ik denk dat zij rekenmachines hebben en alles, man. Dat zeg ik toch letterlijk net. Zij hebben rekenmachines, zij hebben, zij hebben een heel technisch ding die zij kunnen gebruiken. Ja, maar stel je hebt geen rekenmachine voor je vak. Ik vraag me af wat nu onder de. Ik jongeren. denk sowieso die ouderwetse. Gewoon het klassieke je? speakbriefje, dat soort dingen. Ja, denk het wel. Maar op hele creatieve manieren. Vroeger had je een pen. En die pen had in, in die. Ja, die kon je uitdraaien. Uit, uit, uh, ja, man. Heb, volgens mij heb je zulke pennen nog steeds hoor. Weet ik niet. Zal, dat zou goed. Dat tuurlijk, dat geloof ik wel. Maar middelbare school. Ik weet nog wel dat als je bijvoorbeeld in een glas zat, uh, waar je dan je toets moest maken, gewoon een toets, en dat je dan van die, van die multiple choice dingen had, van A, B, C. Ik weet nog dat van tevoren dat er werd afgesproken van: oké, okay, als ik zo doe of zo, weet ik veel, dan is dat A. Dus vraag 1 is A of zoiets. Dat kan ik me nog wel vaag herinneren. Oké, okay, luister deze daal. Oh nee. Niemand gaat dit even na. Oh nee. Niemand gaat dit even na. Dit was op de HBO. Ja. Op ik... de HBO. Wat? Waarom zeg je op de HBO? Dat is toch op, op, op het HBO? Of op de HBO? Nou, maakt niet uit. Het klinkt heel raar. Weet ik veel wat het is? Het, dit was op HBO. Oké. Okay. <laughs> ja um, we hadden een we hadden we hadden een Cisco toets Cisco dat is toets? Uh, Cisco gaat over netwerk meestal okay. het over net nou maar, het maakt niet uit waar het over gaat maar het was gewoon een, <clears throat> een toets die je online deed en als je klaar was met die toets zag je meteen uh, wat er uh, je uitslag je uitslag yep. maar je zag ook de antwoorden Oh. We hadden, vier, we hadden vier computers naast elkaar. Luister naar dit. We hebben zo'n schermer echt, er tussen. Waar? Toch? Dit is. Wat? We hebben zo'n schermer tussen. Nee, niks oh. niks ertussen. Hè? Dat maakt niet uit, want ik klik op volgende en ik zie een vraag een andere die vraag. de andere vraag niet ziet. Snap, snap je? Oké. Oké. Okay. Okay. Luister. Wat er gebeurde is. We hadden vier. Ik Veet en wiki. Oké. Okay. Ik Veet en wiki, we hadden drieën. Vier PC's naast elkaar. Eén ja. PC mocht niet gebruikt worden. Want anders had je vier mensen naast elkaar. Ja, onzin want je hebt uiteindelijk sowieso twee mensen naast elkaar ja dus um, wiki zat wiki zat helemaal links ja ik zat naast wiki pc was uh, was uh, leeg en daarnaast die lege pc was was fate, ja je kan een computer beheren op afstand kan je die kan je die computer ja. uh, dat is wat ik met mijn eigen computer doe toch oké okay. Maar je kunt zien wanneer een pc aan is door dat groene lampje. Ja. Wij kwamen binnen, ik als, we al, alle, kwamen allemaal als eerst binnen. Ja. Waardoor ik doe die computer aan, ik sla die lamp kapot. Ik sla die lamp kapot aan de binnenkant van die dinges. Hij nou was die kapot geslagen trouwens. Hij nou was niet kapot geslagen, ik heb gewoon die lamp uitgezet. Ik heb gewoon die lamp uitgezet. <laughs> um, uh, dus je zag van de buitenkant, zag je niet dat die computer aan stond. Van achter doe je die, van achter die stekker van die van die scherm uit. Ja. Dus wij stonden daar ready. Wij dachten ja man, dit dit is wat we gaan doen. En de ja. docenten zeiden van drie mensen in één rij. Ik, Vicky, Veet, we stonden in die rij. Opeens komt er een andere student. Veet gaat naar hem toe. Hij zegt nee je kan niet hier, je kan niet hier, weg weg je kan niet hier. En hij probeert nog helemaal met die stekker zo te doen zo van. Uh, hij zegt nee je kan niet hier. Veet zegt tegen de docent meneer kijk wat hij doet. Oh my god. Kijk wat hij doet, Seriously. haal hem weg hier. Dus, uh, dus <laughs> eind ging hij weg. We hadden die PC. Dat was de Zombie PC. De? De Zombie PC. Zombielius. Zo noemen we die. Zombie PC. Wiki zat helemaal links, dus hij was het minst opvallend. Ja. Ging connecten met die computer. Ja. Voordat die toets was begonnen, had hij die toets al daar gestart. En had, die, had die hem, hij hem, zeg maar, helemaal gefinished die toets. Oh. Om de antwoorden te zien. Oh. En toen ging hij op zijn eigen computer die, die, oh my God. die toets beginnen. En hij geeft die antwoord aan mij en ik geef aan Veet. Hij vult wel zelf in, ik vul ik in, Veet vult in. Zo. zo. <laughs> kan wel gek hè? Dit, Dit is, is echt slecht. Dit is echt slecht. Dit ja, 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 ik weet het. Dus uh, eindstand Wiki was klaar en ik ga Veet heten, de antwoorden heet de antwoorden. Maar waarschijnlijk Veet, hij verstond mij niet goed. Ah oh, shit. Veet, met één vraag had hij onvoldoende gehaald. Ah. Oh. Maar, yeah. uiteindelijk, er was dus een fout hij had, hij, had, um, uh, er was, uh, hij had een 5,4 gehaald. Oh, ik vind die cijfers... En je moet 5,5 halen. Ja, om voldoende maar voldoende. er was een fout in die toets, waardoor hij een 5,45 haalde. Waardoor dat omhoog gaat naar 5,5. Oh ja, natuurlijk. Oh, kijk eens. Die uh, cheating was uh... daar oprecht niet normaal. Dat is ander Dit niveau. Dit is echt anders. Dat is ander niveau. Besef even, dat was allemaal in een mum van twee minuten. Ik kom binnen, pc open, lamp uit, stekker eruit. Allemaal. Dit was gewoon een, een, dit was letterlijk een georganiseerde <tie> dit is, aanslag. Jongens, jongens, dit, dit, is, dit is geen podcast met advies hoe je moet cheaten. Absoluut, niet. Absoluut niet. Je, moet niet, cheaten, man. je moet niet cheaten. Je moet niet man. Dit is, maar dit is hoe het ging. Dit was ik trouwens ook niet, maar ik zet mezelf gewoon hierin zodat ik ja. cool ja. lijk. Ja, ja. Dit was ja. ik allemaal niet zo. Nee. wie is Veet überhaupt en Wiki? Geen ik heb idee. geen idee wie dat zijn. Nee. Hé, hey, maar we hadden het over docenten die, die, die je echt goed zijn bijgebleven. Heb je nog oh. meer die je goed zijn bijgebleven? Ja. Vertel. Ja, meneer Nooi op MBO. Oké. Okay. Um, en dat is niet per se positief, maar het is ook niet negatief. Hij moet het allemaal zelf weten. Maar ik heb het gevoel dat hij heel veel problemen had in zijn privéleven. Waardoor hij dat allemaal weer kaatste naar zijn leerlingen. Het is een goede een docent waar je goede leerlingen aan hebt. Nee, maar ja. ik wil het ook even hebben gezegd. Oh, oké. Okay. Hij gaf mij altijd onvoldoendes. Ja, hij gaf mij altijd onvoldoendes. Uh, om geen reden en, uh, en andere mensen niet. En het viel iedereen op, zelfs de, zelfs de, de opleidings-. Zeg maar het hoofd van, wait, hoofd van. De van so Hoofd van de, weet ik even niet. Maar het yeah. hoofd van die opleiding. Zoals hem viel het op. En hij hoorde mij heel vaak klagen bij andere leerlingen: dat hij dat, nou meneer Nooy, waarom doet hij dit? Waarom zus, zo, oh, zus, zo, zo, zo. Ik had altijd ruzie met die man. Altijd for some reason, ik weet het allemaal niet. Toen zei hij: toen zei Veld, weet je wat, wij gaan met hem praten. Hij, ik en mijn moeder moesten dat doen. Oh. Het, want ik was 17. Minderjarig. Met mijn moeder, we komen daar een gesprek gehad. Volgende, volgende toets, 8,5. Ja. Wat verschrikkelijk. Ja, maar hij was een hele, hele bijzondere man. En ik denk oprecht dat hij. Ik denk oprecht dat hij echt veel problemen had privé. En dat, dat weerkaatste hij gewoon naar zijn leerlingen. Wat heel fout was van hem. Want die, want die je... opleidingscoördinator, of hoe je dat ook noemt. hij ...benoemde ook van... ...ja, hij is inderdaad gewoon anders of zo. Maar goed, een goede docent? Ja, want opeens zeg je niet. Waarom doe jij dat helemaal? Ja, hele... ik heb hoofdpijn. Ja, als je dat doet, dan heb je zo'n... ...er komt letterlijk gewoon een punt. Ja, maakt niet uit. Ik heb hoofdpijn. Oké, okay, uh, een goede docent. Een goede docent. Mm. Gewoon oprecht, gewoon goed. Wat je zeg maar niet leuk, maar gewoon goed oh, bedoel je? goed, goed, leuk, goed? wat jij wilt. Docent Linux, ik weet even niet meer hoe die heet, op de HBO. Oh. Op HBO. We hadden we hadden altijd een. Um, oh, hoe noem je dat ook weer? Dat je in zo'n grote zaal zit. Uh, hoorcollege. Hoorcollege van vier uur volgens mij, half negen begon het. Ja. Of acht uur, één van die twee. Maar het was in ieder geval vroeg. Iedereen was moe. Ja. Maar hij vertelde, hij ging het uit, hij No joke, ik, en ik maak geen grap met jou. Je kan het aan iedereen vertellen die bij mij op de mbo op school zat. En die toen naar, de, naar hbo uh, was gekomen. Ja. Die allereerste les die wij hebben gehad van Linux daar. Die vier uur, dat was die vier jaar mbo. Zo. Ik maak geen grap met jou, daar. Vier jaar mbo was in vier uur uh, in die les gedaan. Hij had alles uitgelegd in een mum. En je begreep alles in één keer. Zo. En elke les die hij deed, Linux vond ik heel, heel interessant. Echt interessant, want het was zeg maar, het is gewoon een zwart scherm. Je hebt verschillende Linux-versies, maar, hij vertelde, zeg maar een, hij vertelde een versie van een zwart scherm waar je alleen maar tekst zag. Voor de rest, je kon niet klikken. Het was typen. Je, je kon nergens op klikken. Dus het was alleen maar commando's en codes en alles. Het was echt geweldig om te doen dan. Ja, wow. wauw. En hoe hij dat uitlegde, was echt top. Ja. Ik zit ook te denken, ik heb, als ik terugdenk aan HBO... Ik heb niet per se een docent waarvan ik dacht van ja, man. Op HBO heb ik dat gewoon niet. Ja, ja. Of misschien ook wel, maar het is zo weggevallen of zo. Ja, ik moet zeggen, HBO is mij ook wel een beetje weggevallen. Ik, ik, als we nu even hebben over een docent die je dus kan maken of breken. Ik heb er één gehad, um, was ook op de HAVO. Echt... Het, het, hij, wat gaf hij ook alweer? Ik denk geschiedenis. Hij gaf geschiedenis. Oh. Oh, 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 oh. Hij gaf geschiedenis. En hij kwam altijd te laat bij zijn les. Hij had het altijd over horloges en klokken of zo. Bijzonder. En ik had op een of andere manier het gevoel dat hij mij niet per se heel erg mocht of zo. Ja. En nou, we hadden een keer nou, een les van hem. En hij kwam naar mijn tafeltje. En hij ging zo voor mij, zo voor mij. En hij zegt van, uh, het gaat jou niet lukken. Jij gaat het niet redden of zo. Wel look at me. <laughs> Wat een hond jongen, echt. Ja, Wat hij zei zijn... En, dan, en ik dacht echt, maar waar komt dit vandaan? Ik had niet eens een slecht cijfer voor geschiedenis. Ik vond het gewoon leuk geschiedenis, weet ja, je wel. Van, ja, ja, ja. Waarom doe je dit, dacht ik bij mezelf. Dat, dat, dat is me dus echt bijgebleven. Oh, dus je hebt zowel positieve dingen die je bijblijven als negatieve dingen. En ik weet nog steeds niet waarom die dat... Uh... Ik weet het echt niet. En ik had nog één docent. Dus ik heb er twee, waarvan ik dacht van... Hm. Nog één docent. Um, en ik kan het nu... Ik, 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 ik kan begrijpen waar het vandaan was gekomen. Maar de manier waarop was gewoon niet oké. Okay. Het was op school. Um, en zij, zij, hield, zij, zij nam mij mee apart. Volgens mij was er nog iemand met mij mee. Of ik was alleen, of... Charmaine was met mij. Nou, ik weet het niet meer. Zij zat daar op de tafel. En uh, ze ging een soort van helemaal tekeer tegen mij... dat ik een niveau lager moest. Helemaal. Alle facaden. Ja, ik, ik kan me dat voorgeschiedenis zeg maar niet herinneren. Ik kan me echt herinneren dat we... Ik weet nog zelfs welk lokaal we zaten. Welk, kan je dat lo lokaal herinneren? Um, welke school was dit? Die van ons samen. Oh ja? Ja. Uh, op de tweede of derde verdieping zaten we op een gegeven moment toch? Uh, tweede. Tweede verdieping. Aan de rechtervleugel? Ja, dat weet ik allemaal niet Maar je had ja. één zo'n zo lokaal. Het was een lokaal, dus geen leerplein? Ja, ja, ja. Het was een lokaal tegenover een leerplein. Had je ja. de gang met kluisjes, zeg maar, dat je toch een lokaal zit. Ja. Daar Daar had ze mij apart gedaan. Daar zat veel en altijd met economie. Nee, nee, jij hebt een andere kant. Maakt niet hoofd. uit waar, waar je dat, maar vertel. In ieder geval. Wat, wat deed zij trouwens? Wat, wat deed ze voor vak? Zij gaf biologie. Een uh, beetje volle vrouw? Nee, bond. we gaan helemaal niks vertellen nee, over. Ik, de ben, de ik, ik, ik ben benieuwd wie. Nee, nee. Jij weet wie het is als ik de naam zeg, maar ik ga geen namen noemen. Want okay. ik, ik mocht haar daarna gewoon, snap je? Het was gewoon de, 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 de manier waarop. Ik wil was even niet weten wie okay. het is, dan. Nee, jij weet wie het is. Um, dus nou ja, he, tegen mij denk ik dat ik een niveau lager moest gaan. Want ik deed toen TL volgens mij. Uh, Mavo, ik weet niet hoe het nu heet. Het verandert vaak. Maakt maar, niet uit zo, TL Mavo deed ik destijds. En dat ik een niveau lager moest. Want het is niet goed. En bla 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 bla. bla. Um, en ik moest dus. Volgens mij was het of de herfstvakantie, Nee, het was of de. Kerstvakantie, dat was een van de vakanties of zo, weet ik niet meer. Ja, ja. Moest ik heel veel gaan doen. Of ik had het niet gedaan, weet ik echt niet. Of ik moest het allemaal extra gaan doen. Ik kan me dat dus niet meer herinneren. Oké, okay, maar gebeelte. get to the point. Maar ik weet dat ik op een gegeven moment thuis elke dag bezig was... met dus die opdrachten die ja. ik moest maken... om maar niet een niveau lager te gaan. Want ik dacht van, ja, hallo, wat is dit? Hoezo moet ik een niveau lager? Ik snapte het niet. Het ja. was... Maar dat is me dus ook zo erg bijgebleven. Uh, dat een, hoe, hoe een docent iets brengt aan een leerling. Hoe oud ben je? 12, 13? Ik bedoel, je bent, je bent kind, snap je? Maar wat, maar wat zei ze? Je hebt nog steeds niet gezegd. Ja, wat ze je wil. Ik, ik weet niet meer precies de woorden die ze zijn. Maar meer van uh, dat, het, dat, het niet, dat, dat ik het niet kan. Dat ik een niveau lager moet of zo. Weet ik veel wat. Ik moet me bewijzen. Ik weet het niet meer ik weet alleen dat toen na de vakantie ik echt met zo'n stapel kwam met alles wat ik moest maken of zo um, daarna was het weer goed maar ik bedenk me ook van één docent kan mij geen niveau lager laten gaan hoe are you je bent een docent biologie jij kan niet beslissen voor een leerling dat hij een niveau lager moet dat ja. is als jouw cijfers allemaal niet goed zijn als huple pup na... Daarna ging het allemaal weer weer goed. Toen dacht ik van, oké, okay, ik, ik mag jou wel. Maar op dat moment dacht ik echt van, nou, uh, ik, uh, ik hoef je eigenlijk niet meer in mijn leven als docent te zijn. Als een docent, dus docent zal al tegen mij was, was echt, echt Maar ze ging ook gewoon een soort van... Ik weet niet of het echt zo was, maar in mijn beleving gingen ze echt een soort van schreeuwen tegen mij. Ja. Gewoon echt gewoon, hè, He, wie schreeuwt Dat ik echt dacht van, hallo, doe is rustig of zo. Ja, dat, dat was ook wel dat ik dacht van, nou, nou. Ja, apart. Maar daarna... Ging het wel. En ik weet echt niet meer wat, wat de aanleiding is geweest. Dat kan ik me echt niet meer herinneren. Maar nou ja, daarna ging het wel. Jij zegt VMBO-TL. Ik, um, ik, ik kwam naar binnen met VMBO-basis. Ik begon met kader. Ja. Ik kwam naar binnen met basis. Ik begon met kader. Ja. Oh. Dit is heel grappig. Wat raar. Weet je hoe dit komt? Nou... Toen wij de Cito, en dit is waarom de Cito-toets heel erg is, gevaarlijk ja. is voor zo'n leeftijd. Ja. Toen wij in groep 8 zaten, dan speelden elf wij elf Allemaal RuneScape en alles was geweldig. Ja, ik kan me dat dus niet herinneren. Computerspellen. Dat, ja, maar jij speelde nooit computerspellen daar. Nou, anyway, wij speelden allemaal computerspellen. En uh, wat, wat zei die docent tegen ons? Die zei van als je klaar bent met de Cito-toets, dan mag je iets voor jezelf doen op de computer. Oh wat denk God. je dat 80% van die, van die klas ah, heeft gedaan? Wat erg. Die begint alles in te vullen, gewoon pop pop pop, 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 Ja. Niet beseffende dat dit jouw toekomst gaat bepalen. Ja, ja. Nou, hoeft niet per se trouwens, maar... Nee, maar het, het gaat wel je richting, zeg maar, op. Ja, ja. Maar, ja, iedereen vult gewoon wat in en gaat op de computer iets voor zichzelf doen. We gingen allemaal spelletjes spelen op de computer. Nou, wat Nou, Eindstand, een onzinsito score gehad natuurlijk. Ja. Wat helemaal niet bij mij past. Nee. Uh, nou, ik naar de VMBO. Uh, maar mijn docent zei al van... Tegen mijn, tegen mijn ouders van: Dit is heel raar. Ja, heel raar. Vind ik ook heel raar, want ik heb ineens meegemaakt dat dat misging. Oh, nee, maar um, ze zei: Dit is heel raar. Um, vind ik ook heel. Oh graf, my graf, god! Graf, <laughs> graf. <laughs> <Wat heftig. laughs> Hoe kan dit nou? En, um, yeah. en um, nou ja, goed. Dus ze ging met de middelbare school af was praten. Ze zei: Van luister, dit is echt een heel erg laag niveau voor hem. Dus geef hem op zijn minst kader. Want ze probeerden eerst TL, dat wilden ze niet doen, want het was slecht imago voor school als het mis zou gaan. Oh. Zo'n docent kan natuurlijk geen zekerheid bieden, nee. toch? TL had ik met mijn vingers in mijn neus gedaan, daar. Ja. Even serieus. Nou ja, goed kader, dus. Ik moet niet zeggen. Als ik. Doe maar 1, 2, 4. Nee, stop. Hachoo. Moet ik doorpraten? Ja, ja, tuurlijk. Oké, okay, dus ik ging met kader, ging, naar, ging daar naar school. Nou, binnen no time ging ik naar TL. En op een gegeven moment was het allemaal zo schei dat, dat, ik, dat, ik, dat, ik, dat ik het ging verwaarlozen. En toen ging ik, naar, ging ik weer terug naar kader. Oh, echt? Ja, oh. Ja, ja, ja. Nou, die school... Oh, dit wist ik Het was zeg maar, voor mij veel te makkelijk... waardoor je ja. dingen gaat verwaarlozen. Is het, is het ook. Is het We ook. kregen een weektaak. En dat was een opdracht voor... die, doe je, die moet je doen in de, in de volgende zeven dagen. Meestal had ik het in de eerste dag klaar. Ja, 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 Samen ja. met Eyup. Eyup El Mansouri. Ik hou van die man. Eyup! Ik hou van die man. Ja, Op een gegeven ja. moment bij de, in de tweede klas ging ik met hem samen. derde klas ging ik met hem samen. En we deden altijd alle Hij opdrachten samen. Weg. En na, die, na dat jaar ging die, uh, ging die weg inderdaad. Echt gaar, man. Ik vond het ja. zo, zo jammer. Ja, ik denk dat, dat, echt, dat bijna iedereen dat zo erg vond. Ja, nou ja, ja. goed. Anyway, terug. Ja. Kader afgestudeerd bij, uh, bij, die, bij die school. En toen ging ik naar MBO. Ik ging solliciteren. Ik ging so dat heet solliciteren volgens mij. Nou, je ging je aanmelden. En je moest gekozen worden om daarin te mogen. Loting. gaan. Ja, weet ik met niet. Met elke opleiding. Ik denk zo. niet dat het loting was, maar. Oh. Je meldt je aan daar. En je moet een gesprek gaan hebben met zo'n docent. Okay. En hij gaat tegen jou zeggen of je naar binnen mag en welk niveau. En ik zat daar met Pieter Wijnen. Pieter Wijnen, we noemden hem Guppy. Hoezo? Top docent, man. Oh, oké. Okay. Nou hele lieve man. Hele lieve man. Als je ruzie had met hem, had je het verkloot, daar. Hij had het echt helemaal, helemaal kapot gemaakt. Hele lieve man. Hij was de enige guy die echt voor ons opstond, man. Samen met uh, meneer Van Veld af en toe. Veld was ook wel, hè? Uh, <laughs> ja, nee, maar hij was een goede, een goede gozer, die Veld. Um, maar hij en Guppy. Guppy was een goede guy, man. Op een gegeven moment ging hij op pensioen. Maar ik zat met hem daar in gesprek en we gingen gewoon een beetje praten. Ik had toen al, had al, ik had toen al eigen bedrijf online en ik zat mijn ding te doen. Dus we gingen gewoon daarover praten. Maar hij wist, die jongen, serieus. Hij gaat dit appeltje-eitje doen. Hij gaf mij niveau 4. Hij hmm. gaf die mij. Hij zegt, ja maar je bent aangenomen hier. Je, kan, je gaat je studie hier doen. Maar wat apart dat, dat ze dan aan niet. komt hij? komt hij? hè? komt hij? Ik heb kader gedaan en dat is niet niveau 4. Mag niet. Je moet bij niveau 3 beginnen. Ja. Ik zat in de klas. De eerste, eerste dag was dit. Ja. Ik zat in de klas en uh, toen, toen kwam Fate bij mij ook in de klas. En nog allemaal andere mensen die ik ken. Al deze mensen waren te, hadden TL. De docent kwam binnen en zei, jongens, jullie hebben allemaal TL, hè? Ik zei, niks. Ik zei niks en het ging niet meer weg. Als ik daar had gezegd nee, ik heb kader, andere klas niveau 3. Ja. <laughs> ik kan mij dus nog zo goed herinneren dat we die Cito hadden. Ik weet nog zelf de score die ik had. Hè? Waarom weet ik dat nog zo goed? Want volgens mij, omdat ik het zo oneerlijk vond, ik ga zo uitleggen waarom. Ik scoorde 5-32. Dat is de L. Nee, wacht even. 5-32 of zoiets. Volgens mij het jaar daarvoor was 533 nog de HAVO. Maar toen wij, toen wij Cito deden, was het vanaf 535 geworden. Klopt ja. En ik weet nog dat ik het zo erg vond. Want volgens mij had mijn zus 532 ook gehaald. En toen gingen mijn ouders helemaal strijden voor haar dat ze 533 krijgen, mocht ze naar de HAVO VWO. En ik vond het zo erg op een of andere manier. Dat ik dus ook die score heb gehaald, maar wel naar TL moest gaan, naar de MAVO omdat het dat jaar was veranderd naar 535, zeg maar. Uh, want mijn doel was wel om door te gaan. En ik vond het dat ik dacht van ja, moet ik eerst vier jaar dat doen... en dan moet ik nog twee jaar dit doen en dan moet ik nog dat doen. Ik dacht helemaal van ja, het is verpest of zo, ja. weet je wel. Ja. Uh, maar ik weet nog toen we dus de, de uitslag kregen daarvan... dat ik echt dacht van nou, zo teleurgesteld of zo. Maar jou, jouw en... zus is dus ook begonnen bij de, bij de HAVO dus. De Havo ja. En wat ging ze toen doen? VWO. VWO. En toen ging ze naar de, naar de universiteit. Uni. Kijk, en dit is een voorbeeld waarom je niet moet opgeven. Mensen komen van de VMBO B ik en heb gaan een naar vriendin, de uni. Ik heb een vriendin slash collega, collega. Uh, oud schoolgenootje. Zij was begonnen op VMBO, ik denk kader, ik weet niet meer precies. Toen ging ze TL doen, HAVO, VWO en ze is nu gewoon arts. Ze is gewoon arts. Dat, dat is toch gangster dan? Ze heeft geneeskunde gestudeerd en ze is gewoon arts. Ja, dus het kan. Het maakt niet uit van welke, van welke richting je komt. Het kan gewoon. Tuurlijk kan het. Ja. Alles kan, man. Even serieus. Ik bedoel, uh, je, hebt, je hebt sowieso niet. Per... Kijk, als je, als, waar een wil is, is een weg. Absoluut. Als jij in het begin heb je het uh, toevallig verkloot, net als ik bijvoorbeeld, door de situatie gewoon. Uh, door bij die CITO-toets gewoon in te vullen, wat. whatever. Yeah. Maar als jij uiteindelijk weet van oké. Okay, Kennelijk had dat mijn hele, hele toekomst in handen. Dus ik moet het zien te fixen. Dan kan je het ook gewoon fixen. Ik bedoel, ik heb en gewoon een eigen bedrijf... en ik ga veel beter dan heel veel die wel afgestudeerd zijn. Ja. Snap je? Dus uh, waar willen ze we ze weg, man? Ja. Jouw zus is begonnen bij H HAVO, Eind Eindstand, uh, Unie gedaan. Uh, die vriendin van jou begon met VMBO, Eindstand, Unie gedaan. Mensen ja. hebben... Uh, m, uh, wat is het? VMBO gedaan, Eindstand, miljoenenbedrijf. Ja. Begrijp je? Ja. Ja, dus eens. uiteindelijk, ja. Eens, ja. Waarom willen ze ze weg? moet knallen, jongen. Ja. Je moet knallen. Dank je wel voor deze... Nee, Hè? grapje, grapje, grapje. was helemaal niet voorbereid. Grapje, grapje. Nee, ik zit er nog even te denken van... Um... Er zijn echt een heleboel... Uh, weet je hoeveel herinneringen we naar boven kunnen Zo. brengen daar? We hadden een keer, een, hadden een, keer een toets op school. Dit was op de MBO. En hij was zeg maar de directeur van, van die school toen, toen, die, toen die tijd. Dit is echt grappig. Wat een, een uh, wiskunde wat wiskunde wiskunde toets, uh, toets ja. ja. Nou, wiskunde zou je in principe gewoon... Eigenlijk zouden we dat zonder rekenmachine moeten doen. Okay. Eén iemand zei voor de grap, jongens, mogen we uh, tegen, die, tegen die directeur... Hij heeft nooit lesgegeven daar. Ja. Zei hij van, mogen we, mogen we een rekenmachine gebruiken? Hij zegt, ja, tuurlijk, waarom niet? Hij zegt, oh ja, serieus. Hij dacht, dat is grap, toch? Ja. Hij zegt, is serieus. Hij zegt, ja, natuurlijk, jullie doen toch een ICT-opleiding? Niemand van jullie gaat een rekenmachine gebruiken. Eerlijk, eigenlijk is het waar wat hij zegt, ja. maar hij had dat niet moeten doen. Nou, uiteindelijk daal. iedereen had gewoon tien gehaald. Ja. Tuurlijk. Ze was natuurlijk, we moesten gewoon dingen intikken in onze rekenmachine. <laughs> en dat was. Een... Oh, my god. <laughs> ja, man, echt grappig. Weet je hoeveel verhalen. We, ik, ik en Veet vooral hebben voor. Ja, jij en Veet hè, want jullie zaten samen op de basisschool en. Nee, niet op de basisschool. Oh. We zaten in hetzelfde gebouw. Kijk, wij, wij woonden in een nieuwe wijk. Ja. En in die nieuwe wijk. Nou, nieuwe kinderen. Dus er waren drie verschillende scholen en die drie verschillende scholen zaten allemaal in één gebouw. Zo wat heftig. Ja. Was dat niet hartstikke groot? Wat? Was het niet hartstikke groot? Nee man. Qua school? Nee. nee? Vier reuzen mee. Op een gegeven moment werd het groter, maar toen zijn scholen versch verschillende gebouwen gegaan, weet je wel? Dus dat gebouw waar wij nu in zitten, als ik me niet vergis, zitten daar nog twee scholen of één. Ik denk twee. En bijvoorbeeld die school waar Veet op zat, die heeft een heel apart ge gebouw, die, die, die is heel anders, ja. weet je, die zijn allemaal anders gaan doen. Ik echt, ja. toen, toen, ik, toen ik dus daar kwam, onze groep 8 had twee kinderen. Oh. Ja. echt Twee waar? kinderen, ja, een Marokkaanse en een Nederlandse jongen. Zo. Ja, ze kwamen in de krant, alles. Echt Ja, Ze waar? waren de eerste twee mensen die de CITO-toets hadden gedaan. Oh, wat grappig. In, uh, maar wat een, dat een druk ook of zo op je dan. Oh nee hoor. Nou, ja, nee. Weet ik maar niet. dat waren twee slimme jongens. Weet je wat ik ook echt uh, bizar vind? Want Wij praten nu over onze schooltijd. Onze dochter gaat ook binnenkort naar de toekom. Ik wil hier niet over praten, Daal. Ik, ik ben heftig, niet ready he? voor dat Ik ben nog niet klaar. Daar volgende, <laughs> volgende. Het ligt tegevoel. Ik helemaal niet man. Oh my god, het is zo heftig! Je zei, je zei nog laatst van uh, twee vrienden van ons die ook dochter hebben, ze gaan naar ouderavond. Hou nou op, man. Ja. Hoe doe je ouderavond? Ik moet, ik, volgens wij mij moet... waren gisteren bij ouderavond met onze eigen volgens ouders. Volgens mij ja, heb ik morgen ouderavond met mijn ouders. <laughs> me, maar jongen, we beseffen man. ook gewoon niet hoe snel de tijd gaat. Want wij praten over onze middelbare schooltijd, wat letterlijk 15 jaar geleden is. Ja, Langer geleden dan 15 jaar, maar het voelt als gisteren. Ja. Het voelt als letterlijk gisteren. En ik vond het zo grappig, jij was laatst in de live. Op TikTok, elke maandagavond. Om acht uur s avonds live op TikTok. En er kwam iemand van onze oude school. Ja. En het is zo geweldig. Ook hoe ze zegt dat ze zei van wie ze was. Iedereen had bijnaam op school, Iedereen weet had een je soort van bijnaampje. En het was echt... En ze zei ook van, we moeten gewoon reünie doen. Eigenlijk wel. Rejonie. Ja, dat ja, is, 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 wel, zo grappig. Leuk. is Ons, wel grappig. Dat is wel grappig. Ik ben benieuwd hoe iedereen nu... Onze uh, jaar. Ja. En de reünie zeg maar. Hoe, hoe is het met iedereen? Want we waren echt wel close hoor. Iedereen ja, was echt wel close met elkaar. Iedereen was close, inderdaad. En op een gegeven moment is. Ik ben ook benieuwd hoe, hoe ver hoe, wie, wie woont het verst van Utrecht vandaan. Want Utrecht, daar is, dat, daar is het, de school. Ik ben benieuwd of er mensen nu in Friesland wonen. En hoezo ben je daar gegaan? Ze praten daar een andere taal. <laughs> ja. <laughs> ja, Geweldig. Ja, dus dat, ja, ik weet niet of ze dat gaan doen, want tien jaar is al voorbij. En die school bestaat ook niet meer soort van. Die die school ja, ze hebben hier. een andere naam. Een andere naam, een andere Ander locatie, naam. andere... Ja. Alles. Dus Wieperdink wiep... zit er nog wel. Wiep zit er nog wel. Lieberdink. We waren daar toch laatst? Laatst. Nou ja, laatst. Oké, okay, drie jaar dit geleden. Is drie jaar. Vier. Dal, dit was 2018, Daal. Doen toen we, we gingen. Ja, 2018. We dit is zes jaar Echt? terug. Ja, man. Oh. 2018 gingen we daarheen. We gingen Marjan en... Maar toen uh... was het nog wel in het gebouw waar we zaten. Hoor je hè? mij? Oh mijn god. Hoorde je mij? Nee, wat zei Ik je zei, niet. we gingen Marjan... Ik zei gewoon Marjan. Ik heb altijd mevrouw Wieberdink mevrouw gezegd. Ja, nu ben ik 30. En ik zeg gewoon Marjan. Met 30 jaar, jongen, ik kan het zeggen. Ja, en maar, nou, maar even ik, even vond, ik vond Wiep ook zo leuk. Ze had een, um, zij gaf kunst en cultuur, toch? En ze had een atelier. Als je dan binnenkwam en dan ging je naar rechts, hè? En dan helemaal achterin, daar zat haar atelier. Ja, geweldig. Mevrouw Wieberdink was een van de. Mevrouw Wieberdink was een van de, een van de weinige docenten die echt bij zelfs de meest ja, de, Bij een van de, uh, zij was een van de weinige docenten die bij de, de leerlingen die echt echt bad gingen ja. hoop zag. Ja, ja. Weet je waar zij maar aan deed denken? Er was toch vroeger in onze tijd, ik denk dat nu ook zo is vast wel. waren er films van um, uh, hoe heet, uh, Freedom Riders? Ken je die film nog? Ja, ja. ja. Zulke films. Zo'n zo docent. Zo'n docent was zij. zij. Zij geloofde gewoon in inderdaad wat jij zegt. In die leerlingen die, die, die daarvan je dacht: van, dat, dat is gewoon klaar. Die gaat het niet redden, zeg maar. En zij had toch nog, zij poestte het soort van door of zo. Wie bedenkt, wie bedenkt, kijk volgens mij ook onze, onze podcast. Hè? Ik weet niet zeker, echt? maar ze volgt wel Belm. Ze volgt Belm. Jongens, sorry, ik ben echt ziek aan het worden. Nee, we zijn toch aan het afsluiten. Maar oh. ja, ze volgt. Weet je, uiteindelijk gaan we dit. Ik ben benieuwd wat mensen hiervan vinden. Vinden jullie het leuk als we gewoon herinneringen oh, naar boven halen? Ja, want, want ik kan hier nog veel. veel. Ik kan hier heel lang over doorgaan. Zoveel. Ik, ik heb zoveel dingen meegemaakt. En oh, kijk, als ik echt alles vertel, dan ga je echt denken. Wat voor rare leven. Wat, waar, waar woonde deze jongen? Ja. Heb jij niet dingen van dat je echt gewoon raar? <laughs> heb je dat niet? Hoe wil je? Nou, gewoon wat ik zeg. Uh, nou, laat me zitten, joh. Jawel, ik zit even na te denken. Raar. Maar wat bedoel ik je? Ik ga afsluiten dan, want mijn uh, camera gaat bijna uit. Oh, oké. Namens de hele dankjewel. Oprecht weer dankjewel ja. voor het uh, kijken en luisteren van deze podcast. Ja. Ik zou zeggen, like, comment, share. Doe ja, al die dingen. Ja, laat ook even een berichtje achter van wat jij nog weet van jouw schooltijd, zeg maar. Dat is ook wel uh, leuk om terug te lezen. Ja. Dankjewel, jongens. Tot de volgende vrijdag. 4 uur. Oh, wat Ja, wel hè